Hallo, daar ben ik weer. Het boek is vol. En ik ga even met jullie het boek doorbladeren. Want niet iedereen heeft een vol boek. En hoe ziet dat er nou uit? Nou, zo ziet het eruit. Dit is de eerste pagina. En dan gaan we hier naar Freek toe. Hij heeft een leuke introductie. En dan gaan we hier naar de pagina's. Ze hebben hier allemaal plaatjes. En als je naar de plaatjes kijkt, het leuke van een aantal van die plaatjes is dat ze dus op deze manier uit de pagina doorlopen. Er zitten rebussen in en allemaal vragen en antwoorden en probleempjes en puzzeltjes en dingetjes en leuke weetjes en datjes. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Zoals je ziet, het boekje is helemaal vol. Dat vind ik zelf heel erg leuk. Hier zijn op elke pagina is wel iets te doen. Dus het boekje is niet alleen maar een verzameling. Deze heeft mijn zoontje dus niet zo netjes geplakt. Kan gebeuren. Maar er staat ook veel extra's in. Dus het gaat niet alleen om de stickers, het gaat ook om de rest. Even kijken. Is er eentje die we een beetje samen kunnen doen? Even kijken. Nou, puzzel zie ik hier. Nog meer VR. Allemaal verschillende thema's natuurlijk. Ook dit soort kaarten. Deze vind ik zelf ook weer heel leuk. Je kan haast niet zien dat hier een sticker zit, want hij loopt helemaal door. Maar er zit hier toch echt een sticker. En dat hebben ze dus zo gedaan dat het allemaal bij elkaar past. Hier is er weer eentje waar ze staat doorloopt. En zo komt het toch allemaal heel erg samen. En nou, hier bijvoorbeeld een leuk weetje. Hoe groot waren sommige dinotanden? Nou, sommige dinotanden waren blijkbaar zo groot als een banaan. Nou, misschien waren ze zelfs nog wel groter van sommige. En ik weet niet hoe groot hun bananen waren, maar dat kan best wel eng zijn als je zo'n beest tegenkwam. En dit is dan het zeethema. Even kijken, wat zegt het hier? Wat wordt hier gezegd? In de dino-tijd leefden er ook in het water en in de lucht de meest fantastische dieren. Zeereptielen, oervogels en vliegende reptielen. 10 bijzondere dieren uit het dino-tijdperk. Wat is hier de vraag? Zeeschildpadden konden enorme afstanden zwemmen. Zwem je met deze beesten mee? Pak onderweg alle letters die je tegenkomt en puzzel er een woord van. Nou, hier moet je dus gewoon dit patroon volgen en dan kan je een woord oplossen. Nou, zo zijn er, zoals je ziet, veel van dit soort puzzels die de dingen volgen. Nou, dit zijn allemaal weetjes. Waar ik laatst ook achter kwam, was, oh, dit is trouwens, mocht je hem niet hebben, dit is de hele kraskaart. Kijk, zo ziet hij eruit. Het T-Rex skelet. Helemaal compleet. Maar even kijken. Nou, ik ben hier, bijvoorbeeld overal waar je de T-Rex ziet, schijnt de VR ook te werken, die hem tevoorschijn kan toveren en over je bureau kan laten lopen. Tenminste, dat las ik ergens of had ik van ergens gehoord. Ik weet sowieso dat hij hier is. Als je op de voorpagina kijkt en je scant de voorpagina in, of zoals ik het per ongeluk deed, hield mijn camera erboven, dan krijg je ook de T-Rex te zien. Dus deze werkt sowieso. Hij zit ook sowieso gratis in de app. Maar op andere plekken schijnen er ook T-Rexjes te zitten en die werken. Kijk, dit zijn de favorieten van mijn zoontje. Het is zwart. Uw vinger erop en het is niet meer zwart. Hier ook, het verandert van kleur. Nou, de maagstenen weer. Die heb ik in het echt gezien. Glow in the dark. Nou, wist je dat een mens ongeveer 3 dagen zonder water kan? En een mens kan veel langer zonder eten, maar 3 dagen kan hij maar zonder water. Dat zijn ook van die leuke weetjes. Dus zorg dat je altijd genoeg drinkt. Dit zijn allemaal kaarten met een soort schuurpapier eroverheen. En ze hebben ook hele flauwe grappen. Hoe gaat het? Beetje broos, want botten die zijn broos als ze heel erg oud worden. Nou, ik weet het niet. Volgens mij moeten ze maar dino's blijven onderzoeken en boekjes maken, want een grappenmaker worden, dat is misschien niet hun beste kant. Als je trouwens wel eens in de Naturalis bent geweest, laat het ook even in de commentaren weten, want het is natuurlijk wel leuk om te weten wie er allemaal heen gaat. Hier is er bijvoorbeeld eentje waar staat dat het hert geen gewei heeft. En dan moet je zelf het gewei erbij tekenen. Dit boek is natuurlijk dus ook een beetje interactief. Dus het is ook een leuk boek als je niet alle stickers hebt. Even kijken, ik ben helemaal stijf van die 3D-scanner. We worden oud. Nou ja, zoals ik zeg, ik weet niet, de grappen zijn niet het
allerleukst. Ze zijn een beetje flauw. En hier de T-Rex. De T-Rex is natuurlijk heel bijzonder, want het staat hier, het is ze gelukt. En wat is ze gelukt? Ze hebben de T-Rex kunnen kopen. Je kon sponsoren, ze hebben geld gekregen, donaties, om een echte T-Rex fossiel, volgens mij is het één na meest complete T-Rex fossiel skelet. En het komt naar Leiden toe. In Nederland. En dan kan je erheen. In een Naturalis. 11 september is het volgens mij een... even kijken. September tot juni is hij te zien bij het Naturalis. Van september tot juni is hij te zien bij het Naturalis. Hier zijn nog wat gegevens over de T-Rex. Nou, hier nog wat meer informatie over de T-Rex. Dit is natuurlijk een hele grote attractie, hè, voor het Naturalis. Het is heel bijzonder. Mensen uit heel Europa die dit willen zien. Omdat de enige andere die zo compleet is in Amerika. En dat is natuurlijk een stukje verder reizen dan Nederland. Nou, hier wordt dan nog uitgelegd wat je allemaal kan doen met de app en hoe die app werkt. En Freek heeft dan de kartonnen versie. En er is natuurlijk nog een plastic versie. En er zijn bij de speelgoedwinkels heel veel andere modellen te koop. Neem je ouders mee en zorg dat ze hun telefoon bij zich hebben. Want heel bij de speelgoedwinkel waar ik was lagen ze allemaal los. Een aantal testmodellen kan je je telefoon in doen. Dan download je alvast een soort VR-app uit de App Store of uit de Google Play. En dan test je gewoon hoe het werkt en hoe het eruit ziet. Dus je hoeft het niet meteen te kopen. Je kan het eerst testen en bekijken. En daarna pas aan het geld gaan. Of het geld uit gaan geven. Nou, hier heb ik nog niet alles aangestipt. Maar je hebt kunnen zien. Mijn boek is helemaal vol. Nou, dit is de laatste bladzijde. En dat was het. Dit was het Dino boek. Zoals je ziet, het was 49 cent. Wij kregen hem gratis bij een bakje tomaten. Nou... Vergeet niet terug te komen voor al mijn andere filmpjes die nog gaan komen. Ik weet natuurlijk niet of het over de dino's zal gaan. Ik denk het niet. Maar er is nog zat andere leuke dingen. En je kan natuurlijk altijd in de comments iets schrijven van... Nou, dit lijkt mij leuk om te zien. Misschien film ik het wel. Wie weet. Tot de volgende keer.